actie voeren voor de acute zorg op voor de Putten Rozenburg en natuurlijk ook Goeree Overvakkee inmiddels. We staan hier om te demonstreren voor een verbeterde acute zorg in het algemeen voor alle regionale gemeenten van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En ik leg u even uit van waar dat uit is ontstaan. In 2015 ben ik begonnen als burgerinitiatiefnemer in Spijkenisse met een demonstratie bij het SMC ziekenhuis. Dat was eigenlijk een halvering of meer dan een halvering van het failliet verklaarde Ruud van Putten ziekenhuis. En dat is in 2013 gebeurd. En binnen 15 minuten toen het ziekenhuis failliet werd verklaard, is ook het SMC ingericht weer. Met 450 werknemers zijn ze nu actief, zonder spoedpost 24/7 en zonder IC's. Er zijn geen IC-bedden daar om zware operaties te kunnen uitvoeren. 1 januari zouden er 58 personeelsleden daar ontslagen worden om nog goedkoper en afgeronden als een soort ziekenhuis, een pleisterplaats zeg maar, verder te gaan. En daar ben ik voor en daarom ook stop de massa-ontslagen, stop de uitholling van de zorg. Dat is een slogan die ik heb bedacht en het moet ook gewoon stoppen en het moet gewoon uitgebreid gaan worden. We hebben ook 1 januari 2015 is er een huisartsenpost op Hellevoetsluis gesloten. En dat is gebeurd op basis van regionaal orgaan acute zorg. Dat is een adviesorgaan die bestaat uit de managers die van de grote ziekenhuizen, zeg maar, van het Maastad en van het Erasmus MC, waaronder de huidige minister Ernst Kuipers van VWS, die was toen voorzitter. En die hebben besloten samen met de zorgverzekeraars, er zitten ook directieleden van de ambulance diensten in dat ROAS, die hebben eind december besloten om per 1 januari die huisartsenpost voor €300.000 exploitatietekort. €300.000, dat is voor het aantal inwoners van Voorne-Putten Rozenburg en Hoogvliet, 202.000 inwoners, €1,5 per jaar. Wat ze tekort komen of kwamen in Hellevoetsluis. Met ook de uitleg erbij dat er een volwaardig ziekenhuis met spoedpost in Spijkenisse zou zijn. En die huisartsenpost daar alles zou overnemen. Maar dat is een leugen om best wel van de huidige minister, het toen voorzitter van het ROAS. Dat heeft echt in de krant gestaan, daar heb ik ook een artikel van. Dus het bewijs is er, dat is gewoon een leugen om maar gelijk te krijgen dat zo'n huisartsenpost moet verdwijnen. Nou, daar zijn we dus fel op actie gaan voeren als burger met heel veel mensen die er nu ook zijn. En ook politieke partijen uit Nissewaard, uit Hellevoetsluis en waar dan ook vandaan. We zijn toen ook naar het SMC gelopen. Daar was ad interim directeur, ik noem zo iemand altijd maar een people manager, hè, die moet dan mensen ontslaan. Meneer Martin van Veer, die toen 58 personeelsleden moest ontslaan. En we zijn toen ook naar de voormalige burgemeester van Spijkenisse toen nog. Hè, want later is de gemeente omgetoverd in Nissewaard. Maar Mirjam Salet. En wethouder Van der Schaaf van het CDA, daar waren wij niet zo blij mee. En daar zijn we toen ook voor het stadhuis met z'n allen gaan staan om ook te protesteren tegen die verschraling die al had plaatsgevonden en nog verder ging. Een jaar later, 1 januari 2016 inmiddels, er gingen er nog een keer 48 mensen bij het SMC uit. Er was een andere ad interim directeur, ben even zijn naam kwijt, maar dat bleek een vliegtuigpiloot te zijn.
opgeleid, vliegtuigpiloot. En dat is echt waar, hè. Hij was geen medicus, maar een vliegtuigpiloot die ook ad interim was. En die moest de hele ICT-afdeling opruimen daar. Die zit nu allemaal in Maastad. Daar zijn we ook voor in protest geraakt en met z'n allen gegaan. En ook daar hebben we weer bezwaar gemaakt van, stop er nou eens mee met die ontslagen, et cetera, et cetera. Inmiddels, 2017, augustus, ik ben met alle, mensen die te maken hebben met dat hele acute zorgketen, daar ben ik mee in gesprek geweest. Ik ben bij gemeenten geweest, ik ben in Hellevoetsluis geweest, ik ben in Brielen geweest, ik ben in Westvoorde geweest, ik ben in Spijkenisse en Nissewaard geweest. Ik heb er zelfs als Zwarte Piet heb ik daar nog gestaan om een ambulancetje uit te reiken aan de toenmalige wethouder van de Schaaf. Zijn kleinzoon speelt er nu mee, dat heeft hij me gevraagd, dus dat mocht en dat mag. Voor mij mag een kind altijd spelen met een ambulance. Maar ik vind ook wel dat echte volwassen mensen goed moeten omgaan met ambulances. Want ondertussen zijn die ambulance aanrijdtijden, waar nu ook de minister weer in wil hakken, die zijn zo verslechterd. Om een voorbeeld te geven, 2015, toen was in Spijkenisse de aanrijdtijdennorm van 95%, die meer dan 15 minuten aanwezig moet zijn bij een slachtoffer in de acute nood, dat was ongeveer 89%. Dus dat is 1 op de 10 ambulances die te laat komen of later dan 15 minuten. En inmiddels is dat, schrik niet, 1 op de 5 ambulances. Dus dat zit onder de 80% die aanrijdtijden van de ambulances. Dus 79% die komen nog binnen de 15 minuten norm aan. Daar wilden ze ook al aan sleutelen. Ze wilden naar 16 minuten gaan en naar 17 minuten. Ja, je kan wel naar een half uur toe gaan, maar dan ben je echt te laat. En het is eigenlijk een norm die maar voor maximaal 5% geldt. En dat halen ze bij lange na niet. Er is nog een norm, dat is de 45 minuten norm. Dat is de norm die zegt van, je moet als je belt en je ligt op straat, dan moet een ambulance binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. Op een spoedeisende hulp die jou kan helpen. Die jou ook zeg maar bij ernstige verwondingen of welke aandoening dan ook. Een hartinfarct, een herseninfarct, noem maar op. Alles wat je maar kan bedenken. Waar acute nood nodig is, dan moet je binnen 45 minuten moet je in dat ziekenhuis zijn. En dat halen ze bij lange na niet. En wat bedenkt dan minister R.S. Kuipers of VWS? Die bedenkt, en mede ook omdat het RIVM die heeft berekend dat er 40 ambulances meer nodig zijn. En de minister die heeft bedacht van, nou, als ik nou die 45 minuten norm is opschort, ja, of verlengd of helemaal op laat houden, dat me daar niet meer aan hoeft te houden, dat we met z'n allen ons daar niet meer aan hoeven te houden, dan heb ik die 40 ambulances ook niet nodig. Begrijp je? Dus het is zorgelijk, het is echt zorgelijk dat zeker in deze tijd, hè, in Nederland, waar toch heel veel aan de hand is. We zien ook veel meer agressie, we zien veel meer steekpartijen, we zien schietpartijen waar acute zorg absoluut noodzakelijk is. En als die ambulance er niet is, dan gaat zo iemand dood. En als je een herseninfarct hebt en hij is niet op tijd, dan ga je dood. En dat is wat er aan de hand is hier in Nederland. En ik spreek eigenlijk ook voor alle regio's, want we hebben 25 regio's in Nederland. Ja, bij 21 regio's dat speelt hetzelfde. Er zijn 50 middelgrote gemeenten die hebben nu een motie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten neergelegd om spoedposten die bij 28 spoed- of ziekenhuizen willen ze dus in die regio die kleine, die middelen, bij grote gemeenten, willen ze ook weghalen. Dus je ziet dat over heel Nederland, dat is uitgerold. En dat het hier
al langer aan de gang is. En wij vinden gewoon dat het moet stoppen. Klaar. Daar staan we hier. En onder andere. En het belangrijkste, want eigenlijk vergeet ik ons, de burgers. Hè, wij zijn de belangrijkste factor in het hele gebeuren. Want wij, eilandbewoners, noem ons eventjes de West. Of de zuidwestkant van de veiligheidsregio. Dan heb ik het over van Rozenburg zo, richting Hoogvliet, Amersfoort en zo. Het hele rondje om de eilanden heen. Puree over het verkeer, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, dadelijk Voorne aan Zee. En Nissewaard, Hoogvliet. Dat zijn de gemeenten die in de gevarenzone zitten. Wij hebben een oppervlakte die 3,5 keer zo groot is als de stad Rotterdam. De stad Rotterdam. Hè, wij zijn 3,5 keer maal groter in vierkante kilometers. En we hebben maar één ziekenhuis. Eén ziekenhuis met 8 IC-bedden. 24 uur op een dag, 7 dagen in de week SRH. En dat is het van de Pessa ziekenhuis. En dat willen ze opruimen. Dat willen ze ook nog opruimen. Die spoedeisende post die moet dicht. En waar ga je dan naartoe? Als je toevallig lekker met je gezin, met je kleinkinderen in Ouddorp op het strand ligt, dan kan je naar Goes. En daar hebben ze 12 IC's. Maar je gaat dan die hele afstand. Je komt van Spijkenissen vandaan. Je legt lekker op het strand naar Ouddorp. Je krijgt een hartinfarct en dan kan je naar Goes toe. En je gevolg ook. Nou, en dat verschil in burgers, dat mag niet ontstaan. Dat is er al. De Rotterdammer heeft alles hier in zijn omgeving. De 65-plussers hebben gratis OV hier in Rotterdam. En wij kunnen sterven ermee. Want bij ons doen ze dit niet. Ja, wij moeten ook gemakkelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Er moet een ziekenhuis in de buurt zijn. En daar moeten wij voor zorgen. Daar moeten we met z'n allen hard voor werken. En daarvoor sta ik hier namens de stichting Acute Zorg voor de Putten Rozenburg. U ziet daar de twee bruggen. Gelukkig is die hij dicht. Daar kan je er nog overheen. Maar eigenlijk zou die ook open moeten staan. Want je bent op slot. Je bent opgesloten op de eilanden. Je komt er niet meer vanaf. Als die A15 vol staat met de file, hè, bij de tunnel, de Bedrocktunnel, dan kom je er gewoon niet meer vanaf. En je komt niet meer op tijd in de ziekenhuis. Aan de andere kant heb je Stellendam natuurlijk om eraf te gaan. Hè, want dat is de andere kant van de twee eilanden. Dan heb je die brug bij Stellendam. Nou, daar zijn ze ook in onderhoud mee bezig. Je hebt dadelijk de Haringvlietbrug, daar zijn ze ook al mee bezig. Bij de Willemstad heet dat geloof ik, ja. He, dus net aan het einde van de Hoekse Waard, daar zijn ze ook mee bezig. Het is ene chaos op de wegen en de ene file na de andere die ontstaat elke dag weer. En dat is zorgelijk. We zijn opgesloten. We worden als derde rangs burgers behandeld. We betalen dezelfde zorgpremie. We betalen dezelfde zorgtoeslag. He, dus ook als een Rotterdammer. Alleen de Rotterdammer heeft het voordeel, die wij niet hebben, die hebben 4 ziekenhuizen met 175 IC's. 175 IC's en wij hebben er dadelijk geen één meer. En dat kan niet. Dat is, voor mij is dat een sommetje die gewoon niet kan. Daar moeten we voor strijden. Daar moeten we meer mensen voor op de been krijgen. En daar moet in de media aandacht ook voor komen dat iedereen... Maar dan ook iedereen, en ook in heel Nederland, ook voor die gemeenten waar het dadelijk ook gaat verdwijnen. Die 50 middelgrote gemeenten. Maar het moet beter. Wij worden uitgesloten van zoveel acute zorgmogelijkheden, faciliteiten. Wij hebben ze niet. En dat verschil in burgers, dat mag er niet zijn in een Nederland. Hè, in een land waar iedereen gelijk zou moeten zijn. He, want de regering die spreekt het toch ook uit. Iedereen moet gelijk zijn hier in Nederland. Vinden wij ook hoor, daar helemaal mee eens. Maar dan moeten ook dezelfde faciliteiten worden gegeven. He? En ja, dan gaan we het er maar voor zorgen. Dus het is altijd het praatje van ja, het kost geld.
en we hebben geen personeel. Ja, gaat het even zorgen alsjeblieft. We roepen al 8 jaar op personeel. Laat ze opleiden. Zorg dat er opleidingscentra komen. In juist op die eilanden. En dat daar bij ons kunnen ze makkelijk een heel grote campus bouwen. Een opleidingscentrum voor zorgpersoneel. Acuut zorgpersoneel, want dat hebben we ook nodig. Wat gebeurt er? Deze worden intern opgeleid. Maar heel beperkt. En de andere opleidingen voor personeel in de zorg, die krijgen de kans niet om een stageplek te krijgen op acute spoedposten. Nou, dat kan natuurlijk allemaal. Je hebt er mensen tekort. Al die gasten die daarvoor zorgen dat jij geopereerd kan worden op de plek dicht bij huis, die worden ontslagen. Het is gewoon te gek voor woorden. Want ben jij ontslagen of ben je uit je eigen been gestort of niet? Kijk, dat wil ik maar. Deze meneer is ontslagen omdat het bezuinigd moet worden. Bezuinigd op zorgkosten. En wij zijn de pineut, met z'n allen. En dat is de boodschap die ik jullie vandaag wil geven. En ik ga tot dadelijk ook even met 15 burgemeesters nog bespreken. Ik ga ze toespreken. Zij hebben gereageerd op onze 5e brandbrief inmiddels. Ik ga het voor de 4e keer dadelijk naar binnen. En ze hebben een summere reactie gegeven op onze vragen. En wij gaan dat aanscherpen. Wij gaan kijken wat we de burgemeesters kunnen vertellen. En of zij met ons mee willen gaan. En onze eis, wij hebben één eis. Burgemeesters, neemt die macht over. De macht van dat zorgkartel. Want het is een kartel die puur alleen maar krankzinnige ideeën hebben. Alleen maar voor eigen gewin hun werk doen daar. En maling hebben, ja ik zeg het normaal altijd anders. Maar ze hebben maling aan de gewone burger. Er is geen menselijke maat bij die gasten. Bij niemand niet. Ze denken echt alleen maar aan zichzelf. En die menselijke maat, het humanitaire gebeuren, het humane gebeuren, zoals de zorg, de acute zorg en de zorg waar die eigenlijk voor bedoeld is, het helpen van mensen die ziek zijn, mensen die in acute nood zijn, daar moeten we voor zorgen. Daar moeten opleidingen voor komen, daar moeten arbeidsplaatsen voor komen, daar moeten cao's voor worden afgesproken, daar moet een goede betaling tegenover staan voor die mensen die ze echt het leplazigers werken voor ons. En zij hebben niet het makkelijkste baantje, want het gaat altijd om het leven. Hou je iemand in het leven of niet? En dat zijn geen gemakkelijke baantjes, maar ze worden onderbetaald. Dus daar moeten we ook aan werken. Die cao's die moeten omhoog. Het mag toch niet zo zijn dat we nu allemaal kiezen voor een functie in de ziekenhuizen als zzp'ers. We worden schreeuwen duur, het wordt eigenlijk helemaal niet meer betaalbaar. Ga daarvoor zorgen. Dat ziekenhuizen, gaat zorgen voor voldoende opgeleid personeel met een goede bezetting. En gaat niet die bezetting naar beneden toe schroeven zodat je niet meer kan functioneren. Zodat er mensen doodgaan. Onnodig doodgaan, want dat is wat er gebeurt. Wij gaan onnodig dood als je in acute nood bent. En dat is de boodschap die ik hier breng. Daar wil ik het even bij laten. Dankjewel.